Hallo allemaal, een hele goede middag. Want we hebben Jij lijkt wel Limbaaks. Goedemiddag. Twee zakken van de favoriete Jumbo. En het was nogal verontrustend nieuws dat Too Good To Go zou stoppen met Jumbo. Of eigenlijk andersom, Jumbo zou stoppen met Too Good To Go. En dat is ook waar. Oh. Alle franchise Jumbo's zijn al gestopt. Dat zag ik al op de app, want wij hebben vier Jumbo's. Maar er staat er nog maar één op en dat is mijn favo Jumbo, want dat is namelijk een eigen ondernemer. En die mogen doorgaan totdat het verboden wordt. Ik weet niet door wie dan. Maar in ieder geval... Van het hoofdkantoor of zo? Zij dacht, die mevrouw van de baan, die dacht dat het nog wel even zou duren. Dus zolang het duurt gaan wij gewoon af en toe nog lekker een zak halen bij zo is Pieter. Dat. Shoutout naar Pieter. Pieter! Ik ben heel blij dat hij mij twee zakken kon geven. Dus wat zit erin, jongelui? Wat heeft die Pieter voor jou ingepakt? Wij hebben tegenwoordig weer af en toe een broodje. Niet 10 sneden per dag, maar het is een halfje bruin. Oh, bruin is goed. Dat eten wij af en toe weer. Dus dat is heel fijn. Dan ben je slank. Wat is dat? Roastbeef. Roastbeef. Martin. Joepie, dat mag ik ook. Heel fijn, dat mag jij. Kijk eens dan. Wat is dat? Een kilo hutschot voor Sophie. Oh, dat eten wij niet. Dat eten we dan weer niet. Want we eten geen aardappels. We kunnen wel oh ja, dat is waar. Eten. Nee, ja, nou ja. Wel met zoete aardappel. Oh ja. Kijk, dit is een lekker worstje van Stegeman. Ook niet slecht. Ook niet slecht. En dit is ook lekker, want dat wilde ik ook net maken. Een sucadelap. Oh. Draadjesvlees. Heel goed. Heel niet zoveel groente, denk ik wel. Nee, maar het is geen challenge, hè? Heel veel vlees namelijk. Ook. Nee, nou ja, dat is prima. Filetblokjes tandoori, dat is wel lekker. Oh. Dan kan je een soort gebruiken voor de nasi en de bami en zo. Wat is dit dan? Oh, dat is een kant-en-klaar maaltijd. Met een gehaktbal, dat is wel wat voor Sophie. Gehaktbal, spinazie en aardappelpuree. Oh, lekker hoor. Sophie zit goed. Deze week. En het laatste is ook iets om heel blij van te worden. Een heel groot stuk kaas. Belegen. Oh, dat is lekker. Dat is echt lekker. Zeker. Nou, dat is een mooie zak weer, hè? Zeker. Zak nummer 1 was dat. Die Jumbo, jongen, dat is echt 1, een zak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artikelen. Tegenwaarde van... 120 euro. Meer dan 15 euro, minimaal. Zeker weten. Zeker weten. Toppie. 6, 2 van de... Ruim 6, ja. Ja. Helemaal goed, heel fijn. Nou, zak nummer 2. Daar zit ook zo'n halfje in, maar die kunnen we gewoon invriezen. Niks aan de hand. Ja. Kijk eens. Andijvie. Jongen, bladsla. Oh, bladsla. Blad. Oh, dat is een lekkere salade maken met geitenkaas. Dit is echt een goede zak met groenten. Kijk, wat groenten. Kijk. Ook gesneden, hartstikke lekker. En goed. Goed voor een mens. Ook hier een worstje, maar een ander worstje. Eten we dat eigenlijk, die worst? Italiaans worstje, ja hoor. Als je maar niet het hele worstje achter elkaar opeet. Nou, misschien lukt het ook wel. Heel lekker. En een vleesje. Dit is wel een vet vleesje. Een speklapje. Maar als speklapje. We hem helemaal uitbakken, dan kan ja, het. Ja, dat vind jij lekker. Ja, vind jij niet zo lekker. Nee, ik ben niet zo spekkerig. Maar je krijgt morgen eters, dus geen punt. Morgen? Alles op. Karel en Sietse zijn grote eters. Dat is waar. Nog een dingetje vlees. Oh, ik kan niet lezen wat het nee, is. Ja. Het ziet er vrij mager uit. Jij ook. Misschien. Nou ja, dank je. Dank je, schat. Misschien in het licht. Oh, hamlappen. Hamlappen. Maar dat kan dus ook echt in de nasi en de bami. Oké. Okay. Oh, nasi. Dat is, dat mogen we dat wel... In, ik vind nasi, vind ik, daar heb ik wel zin in. Nasi. Ja, basmati rijst mag ook weer. Oké. Okay. Dus, dit is een tapas. Balletje tapas. Dus dan kun je gewoon bij de borrel. Prima. En als laatste... Een heerlijke maaltijdsalade. Dit is echt ook geitenkaas. Geitenkaas? Nou, ik zeg net geitenkaassalade. Ja, daar gaan we lekker. Zo zit er al geitenkaas in? Ja, hieronder. Ah ja. Ah, ik ga ook geitenkaasjes bakken. Ik ben ervoor. Met walnoot. Lekker. Nou, ook een mooie zak. Oh, en nog een vleeswaren. Die vergeet ik bijna. Een kipfilet. Ook goed. Ook lekker. Ik hoop dat ze nog een poos doorgaan. Ja, ik ook hoor. Echt waar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zitten er hierin. Ja, kijk joh. Wat je even binnenhaalt voor 1 tientje. Ja, dat is niet normaal. Geloof ik er ook nog twee zakken bij. En dan moet je kijken
Ik heb zelf boodschappen gedaan, dan krijg je natuurlijk eten, maar dat was gewoon 90 euro, hè? Ja. Mijn eigen boodschappen. Dan moet je kijken wat je hier krijgt. Dat is toch niet normaal? Ja, ja. Dus ik hoop inderdaad dat ze nog even doorgaan, dat het mag van meneer Van Eert. En misschien heeft mevrouw Van Eert er ook wel wat over te zeggen. Maar zolang ze mogen, doen ze dat dus, gelukkig. En het spijt me voor jullie dat dat nog niet zo is. Ik schrijf Too Good To Go, die tag ik ook altijd, regelmatig van, ik hoop dat er meer bij komen, komen er meer bij. Nu ga ik even alles uitpakken en dan gaan we even geitenkaassalade maken. Lekker. Oké, nou, kijk eens. Ja, nu gaan we geitenkaassalade maken. Dat is natuurlijk niet echt koken. Bij voorbaat een beetje sorry, want sommige mensen zeggen dat vind ik niet leuk, dat mis ik een beetje. Alleen maar aan praten, dat is allemaal leuk, maar het gaat juist om het koken en om de receptjes. Sorry daarvoor, ik ben ook een beetje druk, dus ik moet een beetje economisch koken. Maar binnenkort wordt dat beter. Voor vrijdag ga ik een hele bakreceptje opnemen in ieder geval. En vandaag is het dus nog een beetje koken met grote halen en snel thuis. Ik rol de geitenkaasjes in een ontbijtspekje. En dan bak ik ze in de pan. Niet heel hoog vuur, want dan loopt de kaas eruit. Maar de spek moet wel lekker krokant worden. Deze salade maak ik trouwens ook altijd op mijn werk. Dat is al heel lang een hot item. Als basis gebruiken we de geitenkaassalade die ik gekregen heb. Maar er zit ook pasta onderin, wat logisch is, want het is een maaltijdsalade. Maar pasta eten wij natuurlijk niet momenteel. Dus die halen we er even uit. En één zo'n salade is voor twee mensen een beetje weinig. Dus ik heb nog een restje jonge bladsla en dat doen we erbij. Verder wou ik nog zeggen dat de cameraman zo de winnaar gaat trekken van een fantastische apparaat. Oh, van de spiraal. Ja, Spirali. Er zijn 23 mensen maar liefst die zich daarvoor beschikbaar gesteld hebben om dat ding in ontvangst te nemen. Dus de kans is iets minder dan 5% dat jij het ook wordt. En jij gaat bepalen, Martie, wie het wordt. Joepie. Dat is leuk, hè? Ik heb weer allemaal loodjes gemaakt, want anders vind ik het niet eerlijk. Ik ben om te kopen. Ja, ja. Oh nee, is een beetje te laat. Ja, dat wou ik zeggen. Dat wil je wel doen. Ja. Oké, het laatste geitenkaasje zit in de spek. En in de pan. 2, 4, 6. Ja, ieder 3. Dit is allemaal lekker. Echt genoeg hoor. En dan de rest van de salade verdelen we. In deze zit appel, dat doe ik zelf nooit, maar dat is prima. Gaan we er nog een scherp op. Appel? Oh, dat vind ik wel lekker, ja. Dus een beetje verdelen. Nou, hier zitten de noten in. Zo te zien zijn dat ook alleen walnoten, dus dan kunnen we met die walnoten van ons prima ook eerlijk verdelen. En hier zit de scheidekaas in, zonder iets. Kijk, kleintjes. Nou ja, die verdelen we dan ook maar gewoon. Niet te kaal. Als de ene kant gebakken is, zet je hem nog lager, want anders loopt hij er alsnog uit. Dan laat je de andere kant nog heel even bakken. Ik doe er wat radijs bij. Een beetje bleekselderij, een beetje sla ui. Normaal doe ik honing over de geitenkaasjes. Ja. Ja, maar dat kan niet. Oh. Dat kan ik eten nog niet. Ai. Dat is een bama. Ik kan een beetje missen, maar dat is niet wat te doen. Maar? Mijn Martie heeft de prijswinnaar getrokken voor het fantastische apparaat. Een prijswinnares. Winnares. 100% is vrouw, maar dat klopt niet, want ik heb ook een paar mannen. Maar goed, dat zal wel analytics. Maar dit is wel een vrouw. Een paar mannen dus. Een paar mannen. Vind je leuk, hè? Die mij volgen. Ja, tuurlijk vind ik dat leuk. Mannen koken ook. Denise, je hebt de Spirali gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Doe even via Instagram een pb'tje met je adres. Of naar info@lmu.nl en dan krijg je hem ZSM opgestuurd. Dankjewel allemaal voor het meedoen. En we gaan nog even een shot maken van de salade als die af is. Vochtafdrijven hebben we niet echt nodig, maar vooruit maar.
Omdat het zo gezond is. Dat doe ik trouwens op mijn werk niet allemaal. Daar is die echt plain geitenkaas met walnoot en honing. En wij moeten het als avondmaaltijd gebruiken, dus dan moet het wel iets extra hebben. Precies, moet ook voor sport worden. We kunnen er zelfs nog een avocado bij doen. Hoe denk jij daarover? Nou, ik geloof dat het wel een aardige berg is eigenlijk. Oké, dan doen we dat niet. Ik heb wel nog een beetje dressing. Die we wel mogen, zonder suiker. Dat is natuurlijk wel prettig, want anders is het hier een beetje droog met al die spinazie. En je doet hier geen... Geen honing, gaat niet, schat. Nee, of geen honing, hoe heet die andere spul? Dus over de sla altijd. Koriander mayonaise? Nee joh, gewoon die bruine. Wat voor bruine? Saus, hoe heet dat spul? Ik weet niet wat je bedoelt. Die oude olie. Balsamico, dat bedoel je. Ja, precies. Nee, die doen we er niet over in. Vandaag niet. Oh, okay. Die is ook heel lekker, hè? Dat ja, met carpaccio. Precies, ja. Er staat een fotootje van op Instagram. Ik heb trouwens een receptje erbij gezet. En die kip ga ik zeker van de week nog maken. En dan zal ik dat recept er ook op zetten, want er waren ook teleurstellingen over. En dan wil ik natuurlijk niet dat jullie teleurgesteld zijn. Dus... Binnenkort doe ik dat ook op Instagram, een fotootje en dan het receptje eronder. Nou, Martie, dit is het. Top. Zie je het zitten? Ja. Oké, eet smakelijk allemaal en graag tot vrijdag. Dan ga ik bakken. Bedankt voor het kijken en voor het abonneren. We gaan goed hoor. Ga de prijs voor 800 al bedenken, want we gaan gewoon door. Dankjewel. Doei. Doei.